Ploegsburg. Het mooie Hanzenstadje aan de IJssel is zeker een bezoekje waard. In deze historische stad loopt u tussen eeuwenoude panden naar het VVV-kantoor voor actuele informatie. Ga op ontdekking in deze betoverende stad met wel 158 rijksmonumenten en bijna 300 gemeentelijke monumenten. Historie in volle glorie. En u loopt er zomaar tussenin. Doesburg ligt prachtig aan het water. Ook met de boot bent u welkom via de IJssel of de Oude IJssel. Ook vele fietsers en wandelaars komen naar Doesburg. In de fraaie, gerestaureerde historische binnenstad kunt u 8 verschillende musea bezoeken. Doesburg is vanouds bekend om zijn heerlijke mosterd, dus een bezoek aan de mosterdfabriek is zeer de moeite waard. Van heinde en verre komen de mensen naar het unieke museum voor de werken van René Lalique. Hij geldt als de Leonardo da Vinci van de glaskunst en in Doesburg zijn veel van zijn werken te bewonderen. Een prominente plaats heeft de Grote of Martinikerk in de stad. Deze uit de 15e eeuw daterende basiliek zonder zijbeuken is in vele opzichten uniek en zeker het bekijken waard. Ook op het gebied van gastvrijheid heeft Doesburg zijn voorzieningen. Meestal in historische panden waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Culinair genieten is mogelijk in diverse restaurants. Maar even een broodje op een bankje gaat er ook wel in. Fietsen in en rond Doesburg is een belevenis. Door zijn omliggende waterrijke natuur en vlak aan de rand van de Veluwe. Of wandel over de behouden gebleven vestingwallen. Want Doesburg is een oude vesting- en garnizoenstad. Aan een tak van de IJssel liggen 2 campings, voorzien van strandjes en watersportvoorzieningen. Met meer dan 1000 campingplaatsen is er ook voor u zeker een plekje te vinden. Doesburg is de poort naar de Achterhoek en een knooppunt van waterwegen. Een prima uitvalsbasis dus. Watersporters hebben het helemaal voor elkaar in Doesburg. In de grote passantenhaven is ruimte voor grotere en kleinere schepen op nog geen 100 meter afstand van het historische centrum van de stad. Speciaal voor mensen met een camper zijn er naast de jachthaven ruime camperplaatsen ingericht. In het stadje zelf vindt u vele leuke winkeltjes en galerieën. Kunst en kunstnijverheid en veel meer zijn de eerste zondag van de maand centraal bij de Doesburgse culturele zondagen. Jaarlijks zijn er in Doesburg vele gezellige evenementen in het historische centrum, zoals een middeleeuws Hanzefeest of een landelijke fotografica-markt. Kijk voor het actuele overzicht op de website van VVV Doesburg. Overnachten kan natuurlijk ook in Doesburg. Naast de campings is er een variëteit aan bed-and-breakfast locaties en een hotel aan de IJssel met prachtige vergezichten. Kortom, laat u betoveren door Doesburg. Een bezoek meer dan waard en u mag gerust terugkomen.